Hoi, daar ben ik weer. En het voelt een beetje gek om deze video zo op te nemen. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor alle lieve berichtjes die ik heb binnengekregen via welke mogelijke methode dan ook. Het gaat voor zover oké met ons. Het is wel weer even jezelf een schop onder de kont geven. Maar ik ga gewoon weer proberen om het video's opnemen weer een beetje op te pakken. Knoop je nog niet echt vast op de uploaddagen die in mijn banner staan van mijn YouTube kanaal. Want dat zal nog wel een beetje afwijken. Net zo goed als dat deze video niet op maandag online komt. In ieder geval heb ik vandaag een vlog voor jullie. En die is van 2 of 3 weken geleden. Dit is gewoon een hele gezellige en leuke vlog. En ik kan ervoor kiezen om hem niet online te noemen. Maar ik vind het echt een hele leuke vlog. En ik wil heel graag dat jullie deze vlog nog te zien krijgen. Ik ben namelijk door Mariette verrast. En we zijn samen naar Fantasialand geweest voor mijn verjaardag. Dus dat was super leuk. En daar ga je nu naar kijken. Knoop je dus nog niet te veel vast aan de uploaddagen. Ook niet te veel aan 3 uploads per week. En dan komt het allemaal weer goed. Ik ga gewoon in ieder geval weer leuke video's maken. Hou mijn kanaal in de gaten. Abonneer je beneden. En klik op het belletje. Zodat je altijd een melding krijgt wanneer er een video online is. En dan wens ik je nu heel veel plezier met kijken. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en ik zit samen met Mariette in de auto. Hallo. Wij zijn onderweg, want we zijn in Duitsland. Ik heb van Mariette als verjaardagscadeautje een verrassing gekregen. En wij gaan naar Fantasialand in Duitsland. Yay! En dit is dus een pretpark. Ik ben er nog nooit geweest. Jij een jaar geleden? 3 jaar geleden. Oh, 3 jaar geleden. Maar in ieder geval, ja, echt super leuk. Ik ben heel erg benieuwd. Maar het is een soort van karretje al à la Droomvlucht. Ja, nu dicht. De beugels gaan nu dicht. Maar het ziet eruit als een spookhuis. Niet zo heel erg lekker. Inmiddels gaat het wel wat beter. Maar Mariette en ik wilden een afbaan. En toen zagen we een soort van kinderafbaan, een treintje idee. En toen hadden we zoiets van, weet je wat, dan nemen we die wel. Blijkt die echt mega hard te gaan in het donker, een soort volgerok idee. Echt fucking lijp. We hadden het echt niet zien aankomen. En dat is zo bizar als je in een pretpark bent, waar je dus geen enkele attractie kent. Ook niet een beetje voor video's of zo. Het is echt best wel heftig. Deze was echt lijp, ja. Maar ook echt ineens in het donker en dat duurde lang ook. Ja. Ja, dan was de hele volgorde. Holy shit. Hij heette... Hoe heet hij? Colorado. Colorado of zo. De volgende. Tot nu toe is alles een beetje heftig. Ik denk dat dit wel het meest spectaculaire is wat we mee gaan maken, maar we zitten in... Zwaan, denk ik. Onze zwaan. En we kijken nu heel relaxed over het park heen. Oh, ik word er meteen moeder van. We zijn echt in een paar attracties geweest en tot nu toe is nog steeds de lijpste, die eerste. Waarvan we dachten, ja, houten achtbaantje. Ja, kinderachtbaantje, allemaal jong kinderen erin. Vol in het donker, vol gas. Heel erg leuk. Zeker een aanrader. Het is een beetje Walibi qua attracties. Dus het is wel heftig. Het is niet echt iets waar je met een meisje of een jongen... Het is niet echt iets waar je met een kind van 3 naartoe zou gaan. Maar qua uitstraling wat meer Disney / Efteling idee. Dus dat is echt heel leuk. Qua aankleding wat mooier qua Disney dan Walibi. Oké, we lopen nu een pad. We hebben geen idee waarheen. Er is ook gewoon niemand die achter ons aanloopt. Alles loopt hier weg. Maar Mariette zegt, we moeten hierheen. Ja?
En trouwens, super chill. Alle wachttijden zijn echt tussen de 5 en 10 minuten of zo. Ja. Er staat wel eens een kwartier en dan moet je serieus 3 seconden wachten. Ik denk dat het langst we hebben gewacht misschien... Dat was net, die kwartier. Ja, er zou nog geen kwartier zijn geweest of wel? Ja, misschien net. Dit is ook leuk, ja. Maar dan moet je in die kikker spuiten, denk ik. Ja. Heel veel doe-dingen hier ook. Wij gaan nu in de snelste afschietbaan, multi-afschietbaan, snelste van Europa. Tarot. Ik ben benieuwd. Dit is hem. Ja, ik kan het heel moeilijk filmen, want het gaat echt super rap. Oké, wij komen net uit de achtbaan. Misschien zie ik er verwilderd uit. En geloof me, zo voelen we ons ook. Deze was echt ziek. Dit was echt de lijpste achtbaan waar ik misschien ooit in heb gezeten. In ieder geval de hardste. Hij ging zo tering hard. Hij ging echt mega snel. En terwijl je, jij wordt zeg maar afgeschoten. En dan neem je allemaal van die, ja, het zijn geen loopings, maar hoe heet dat dan, bochten. Zo heel even zitten. En de muziek staat hier wel lekker luid. Door die bochten gaat hij nog harder. En dan wordt hij tijdens het rijden gewoon nog een keer afgeschoten. En het schijnt dus inderdaad dat dit de snelste uit Europa is. Ik wil ook zo cool hard die ging, maar hoeveel kilometer per uur? Nou, is het top. Ik denk echt 2. Maar misschien denk je dat hij harder gaat dan dat hij echt gaat, maar ik denk dat hij echt... Ik denk harder. Ik denk 250. Oh. Echt? 117 km per uur? Ik denk, mama ging ook maar 80. Maar het lijkt als je erin zit, lijkt het zo hard. Maar ja, aan de andere kant 120. Rij maar eens in een auto met een open dak op 120, dan gaat het ook hard. Ja, daar heb je wel een punt. Het klinkt echt niks. Nou ja, boeien. Ja. We moeten er echt even voorbij komen gewoon. Dit is de snelste achtbaan ter wereld. Ter wereld? Ja, staat op deze website. Ter wereld? Of in Europa? Nee, ter wereld. Er is een of andere in Californië, die heeft hij nu verslagen. Taron heeft hem verslagen? Ja. Oh, wow. Oké, we zijn even in de snelste achtbaan ter wereld geweest. We wilden eigenlijk in de langste achtbaan die ze hier hebben. En toen kwamen we zonder voor die en toen stond er maar 30 minuten wachttijd, terwijl er 9. Ja, het was echt 10 minuten wachten. Toen dachten we, nou we gaan gewoon. Nou, uiteindelijk was het echt maar 10 minuten wachten, ja. Zeker een aanrader als je hier bent. Je moet er gewoon een keer in hebben gezeten. Dan snap je onze ervaring. Oké, nu even bijkomen. Oké, we gaan dus nu in de toren en dat is dus een vrij val. Die toren is mega hoog. We moeten echt nog weer even moed verzamelen. We zijn nog helemaal van onze apropos van die Tarone. Tarone. In dat geval zou het eigenlijk alleen nog maar mee kunnen vallen. Ja, we hebben het ergens wel gehad. Ja. En we gaan nog in de bank en die gaat echt 300.000 keer over de kop of zo. Met vuur en water. Oké, let's go. Let's go. We zitten weer in de auto, jongens en meisjes. We zijn helemaal gaar. Echt gewoon helemaal gaar. En ik heb nog een rode appel gekocht. Mariette had net aardbeien met chocola en toen liet je de half chocola vallen. Dat is echt wel heel, heel spijtig. Net maar de aardbeien waren lekker. Net een kindje die de ijsbolletje. Met een ijsje. Ja. Oh nee.
Ik moet dat altijd denken van die wink van MSN. Dat had je. En dan poef. Maar goed, we gaan heel even op zoek naar een restaurantje. Ik denk dat ik wel iets heb gevonden. We willen schnitzel eten op z'n Duitsland. Op z'n Duitsland? Ja, ik ben helemaal gaar. We willen schnitzel eten op z'n Duits. Want als je in Duitsland bent, moet je schnitzel eten. Schnitzel del Sol. Zo is het. Ja, maar je weet nooit waar je moet beginnen. Gewoon vol, ja. Gewoon vol? Wow. Het klonk alsof je tanden afbrak. Holy fuck. Oh, dat is echt hard spul. Ja. Dus kijk. Mariette dacht dat het zacht was. Ja, ik dacht dat het gewoon, omdat jij ook zei dat het plakt en zo, dacht ik dat het gewoon dat, ja, gewoon dat suikerspul, maar dan... Voel maar, dat plakt echt wel. Oh ja. Lekker, voel maar aan mijn appel. Ik was er niet aan het filmen. Nou, geniet ervan. Als ik dit had geweten, had ik nog nooit gegeten. Kijk mijn handen. En de tanden. En we gaan nog uit eten. Mijn tong. Echt knalrood gewoon. En hier allemaal rood tussen de tanden. Zorg gewoon met water zo en dan spoelen. Dan gaan die stukjes er tussenuit. Ja. Wat ben je nou aan het doen? Mars eten is weggehaald. Eet maar de sla. Nou, wij zijn weer thuis. Mariette gaat nu naar huis. Ik heb nog heel snel een drankje gedaan en ik duik heel erg snel mijn bed in. Maar het was echt een superleuk verjaardagscadeau. Het was gewoon heel erg gaaf dat we alle twee naar een pretpark zijn geweest. Nou, of nou ja, Mariette dan nog wel 3 jaar geleden, maar ze wist er het fijn niet meer vanaf. En ik was er gewoon nog nooit geweest. En ik ben nog, ja, tuurlijk ben ik ooit wel eens in een pretpark geweest waar ik nog nooit ben geweest. Want je moet overal wel de eerste keer zijn. Maar alle pretparken waar ik naartoe ga, ben ik in het verleden wel eens geweest. En dit, ja, als je helemaal niet weet wat je te wachten staat, is dat een hele gekke ervaring. Maar het was echt super leuk. Dus ik zeg, doei. Was gezellig. Dankjewel. En ik zie jullie morgen weer. Doei doei.